Goedemiddag en welkom op onze persconferentie. We gaan vooruitblikken op onze tweede thuiswedstrijd in de league phase van de Europa Conference League. Die spelen we morgen hier om 7:15 tegen Nicosia. En we gaan luisteren naar jullie vragen voor onze coach. Goedemiddag Walter. Hallo. Om te beginnen, er waren een aantal jongens niet op training. Ik denk Stefan Mitrovic en Hugo Gambor. Zijn die inzetbaar voor morgen? Nee. Beide niet. En Gilles de Meijer, komt hij erbij? Ja, die komt erbij. Is dat voor even of is dat voor langere termijn? Oh, stap voor stap, maar nu sowieso met de kern voor morgen sowieso wel. Omonia, hoe moeten we die inschatten? Jij hebt er al veel van gezien, wij niet. Omonia is een sterk voetballende ploeg. Die wel willen voetballen, zeker als ze de tijd krijgen, kunnen ze heel goed voetballen. En met jongens die een beslissende actie hebben voorin. En met hun spitsen die ook wel... Kekulis die wel de goal weet staan, zal ik het zo zeggen. Is het van het niveau Molde of moeten we het... Het is altijd moeilijk te vergelijken, want dat is een totaal andere manier van spelen. Ze hebben waar Molde meer in een organisatie staat en een structuur vasthoudt de hele wedstrijd. Hebben zij iets meer beweging en hebben zij iets meer voetballend vermogen. Molde is dan misschien iets sterker structureel. Defensief, structureel, organisatorisch. Dat is een beetje het verschil, maar het is altijd moeilijk die af te wegen tegen elkaar, wie de beter is van de twee natuurlijk. En het komt natuurlijk ook erop aan hoe jullie zich presenteren. Hè. Er was een aantal weken terug was er een wedstrijd op Charleroi die heel niet goed was. Daarna hebben jullie, denk ik, gesprekken gevoerd om wat de lucht te klaren. Is er nu na Beerschot iets gelijkaardigs gebeurd bij jou? Er is niks speciaals gebeurd of zo. Dat is een heel kort dag altijd natuurlijk naar de volgende. En eigenlijk moet je zo snel mogelijk hetgeen goed of slecht over u zetten. Of erover zetten en zorgen dat je klaar bent voor de volgende opdracht al. Dat is nu eenmaal in die periode van wedstrijden nu. Het besef moet er wel en is er ook van dat het... Ja, gewoon te weinig was aan de bal en uiteindelijk als je de wedstrijd terugkrijgt, ligt daar gewoon de sleutel als wij de bal hadden. In de drukmomenten als organisatoris gingen ze heel snel de lange bal zoeken, dus daar hadden we eigenlijk niet echt probleem mee. Dan konden we wel recupereren. Het was aan de bal dat we niet genoeg lef toonden in de hogere lijnen van het veld om oplossingen te bieden aan de jongens achterin. En dan daardoor geef je ook wel die counters weg. En daardoor kom je ook niet aan een fatsoenlijke dominantie, zal ik het zo zeggen. Merk je ook dat jongens een beetje moe beginnen worden? Hè? Zoals een Frank Surdé of een Matthias Delorge, die echt eigenlijk alles moet spelen. Die zijn heel jong. Merk je dat eraan? Dat die... ja, weet je, het is natuurlijk iets wat ze nog niet gewend zijn. Hè? En Frank en Matthias eigenlijk ook hun geval. Want Matthias is enkel thuis gebleven vorige interlandbreak omdat hij een kleine blessure had. Die speelde ook in die rustperiode dat die interlandbreek dan zo wel gekomen is. Spelen die ook nog eens zeker één en meestal ook zelfs twee wedstrijden. Dus dat is niet echt ideaal. We zouden het liever anders zien natuurlijk. Dat ze dan, het is iets wat speelt, maar we proberen daar eigenlijk niet te veel bij stil te staan. Want hoe feller je erbij stilstaat, hoe zwaarder het ook wordt natuurlijk. En het is van iedereen scherp te houden en de jongens verzorgen hem wel goed. Dus dat is al een goed ding. Een goede zaak, want dat is wel super belangrijk natuurlijk als je al die wedstrijden hebt. Maar het is niet de vermoeidheid per se, maar het is ook het constante dan kunnen brengen op die leeftijd al om zoveel wedstrijden die constante te houden, is niet altijd simpel. En dat moet je gewoon in rekening brengen als je die jonge jongens, als je heel veel jonge jongens van dat kaliber hebt. Het valt ook op dat jullie moeilijk tot kansen komen de laatste weken. Heeft dat te maken met de profielen die er staan, dat die top niet juist uitspelen? Met wat heeft dat te maken? Ik denk dat het gewoon met geloof ook te maken heeft. En zeker in die wedstrijden van nu. Als je voelt dat je er niet goed in zit, dan is dat ook een moeilijk aspect. Je hebt die dominantie een beetje nodig natuurlijk. Die kwaliteit nodig en die lef, of die, hoe moet ik zeggen wat ik zojuist zei, die het durven opeisen en willen opeisen van die bal nodig in die zones om die laatste, voorlaatste bal te kunnen geven. En dan moet het natuurlijk, als je
je eens in en rond die 16 meter komt, moet de kwaliteit ook goed zijn om echt kansen, echt de volle kansen te creëren natuurlijk. En in Beerschot hebben we een paar goede momenten gehad waar we er meer moeten bij doen. En dan is ook de afwerking. Ik denk aan Frank 2 of 3 keren zelfs die in een goede positie komt, bijvoorbeeld in de 16 meter, waar het dan is net niet is of niet goed afgewerkt is. Maar het is wel iemand die wel die een drive heeft om er altijd te zijn. Hebben jullie genoeg diepgang? Zonder bal bedoel ik dan? We hebben veel spelers die graag de bal hebben. Maar het is we hebben vanuit het centrum wel diepgang. Maar dat gaat tussen diepgang en dan controle over de bal natuurlijk. En aan de kant hebben we jongens die graag in de bal komen. Het is wel iets dat ze moeten blijven zoeken, hun eigen blijven pushen om die diepgang te hebben. Om dan eigenlijk ook ruimtes groter en vrijer te maken natuurlijk. Bij momenten lukte dat goed. En andere momenten niet. En ja, dat is nu waarschijnlijk ook eenmaal het traject van zo'n jonge groep. Dag Wouter. Is dat de grote moeilijkheid misschien voor jou om met toch veel jonge gasten te werken die Europees voetbal niet gewoon zijn, om dat dan nu in deze drukke periode wel te doen en hun beter te maken ook? Je vroeg wat moeilijk was, zeg. Hè? Ja. Ik vind het leuk bij jonge gasten werken, want die hebben een goede drive. Die willen dat wel goed, maar natuurlijk is die ups en downs zijn groter dan iemand, à la Sven bijvoorbeeld, die al helemaal gemazzeld is in het profvoetbal. Die heeft minder die ups en downs, die heeft daar een constante in, hè, zo iemand. En die maturiteit, dat is hetgeen wat we missen, maar is dat moeilijk? Ik denk als je op training komt en de training aan het geven bent, voor mezelf dan of voor de assistenten, is dat wel fijn dat je jongens hebt die er volledig voor willen gaan. Dat wel, maar in een wedstrijd heb je ook ervaring en maturiteit nodig om zo'n beetje het spel mee te bepalen, vertragen, versnellen op de juiste momenten, dat beetje voelen, die echt die bal opeisen en zeggen van kom, geef mij de bal, maar ik ga er gewoon iets goed mee doen. Nu hebben we heel veel jongens die in goede situaties komen, maar die dan ook zo echt die drive hebben om direct iets te gaan doen. En dat is iets wat je enkel maar kan leren door veel te spelen. En ja, daar gaan ze, zoals we na de match ook zeggen, daar gaan stappen in zetten. Hè. Het is aan ons proberen die stappen zo vroeg mogelijk te laten pushen. Alright. Ja, heb je het gevoel dat je een ploeg hebt die ook rustig gaat kunnen blijven? Nu bijvoorbeeld de voorbije week loopt het iets minder, zeker voetballend. Hoe kruipt dat in hun hoofden of valt dat best mee? Gewoon in het algemeen wilde zeggen op training of in een omgang of zo, dan niet, denk ik. Maar het is wel zo dat je iedere keer, iedere wedstrijd eigenlijk terug voor een examen komt. Hè. Dus waar iedereen eigenlijk zijn best wilt voor doen en ervoor wilt gaan en altijd ontgoocheld is als het niet gaat zoals men verwacht of ze zichzelf verwachten. Dus op dat gebied is dat misschien wel moeilijk om mee om te gaan. Maar het is wel zo, het voordeel aan jonge jongens is dan ook dat je die iedere keer terug kan opladen, kan drive creëren, waardoor ze wel altijd gaan proberen het beste van zichzelf te geven en dat ook proberen te doen. Maar goed, de kwaliteit moet naar streven om meer te zijn. U spreekt van examen. Een deel van de jury, een groot deel, zit in de tribune. Die zijn niet tevreden. Supporters dan. Wij zijn ook niet tevreden, maar wij niet genoeg. Hoe kan je er zoiets oplossen? Alsjeblieft. Hoe kan je zoiets oplossen? Ja, zoals we zojuist gezegd hebben, dat is hetzelfde terug. We missen een beetje maturiteit, dus de jonge jongens daar moeten blijven pushen om zo snel mogelijk stappen te laten zetten om die maturiteit en ervaring te laten groeien, zodat zij in situaties komen waar ze ook rustig onder blijven in plaats van volle 100% in iedere situatie te willen gaan, aanvallend gezien en naar het doel toe. En soms moet je eigenlijk de rust bewaren van, ja, moet ik nu die bal geven, moet ik die niet juist bijhouden of in situaties ook andere dat je kan versnellen en dat je eigenlijk de simpele oplossing kiest, omdat je nog niet durft te doen. Die situaties, daar moeten we, die moeten we beter leren aanvoelen om daar de juiste stappen in te zetten. Om die maturiteit eigenlijk op die manier te laten groeien. Want maturiteit is iets dat kan je niet hebben op één moment. Dat is iets wat door veel te doen creëer je dat. Hè? En daarmee dat we ook geduld moeten hebben bij de jongens, maar langs de andere kant ook ze constant moeten pushen om daar stappen in zo snel mogelijk te laten zetten in plaats van het allemaal te gemakkelijk op zijn beloop te laten gaan. Oké,
Dankjewel. Tot morgen.